Tennister Indy de Vrome uit Eindhoven heeft het hoofdtoernooi van het UNICEF Open in Rosmalen niet gehaald. Ze is pas 15 jaar. Ze verloor de kwalificatiewedstrijd van Arantxa Rus. Het werd 6-3 en 6-0. Het toernooi begint morgen. En Omroep Brabant zendt iedere dag een UNICEF Open journaal uit. Met daarin wedstrijdverslagen en analyses.